Dit is de Leidse Pieterskerk. Het is niet alleen voor de stad Leiden een hele belangrijke kerk, maar ook voor de universiteit is het een echte herinneringsplek. Het is van deze plek, vanaf die preekstoel, dat dominee Pieter Cornelisszoon op 8 februari 1575 de universiteit inzegende. Dat was om 7 uur 's morgens. Het moet ijskoud geweest zijn. De hele Leidse bevolking moest zijn werk neerleggen om die toespraak te komen aanhoren. En vanaf dat moment was de Leidse universiteit in werking. Wat was de reden dat die universiteit in Leiden opgericht werd? Hoe kon het gebeuren dat die universiteit die uit het niets kwam binnen 75 jaar het hart van academisch Europa uitmaakte? Waarom was het zo belangrijk om hier te studeren? En, belangrijkste, kern van de universiteit, waar ging het over 440 jaar geleden en waarover gaat het nu? De Leidse Universiteit kwam tot stand midden in de 80-jarige oorlog. De Spaanse koning wilde er een modern, gecentraliseerd koninkrijk van maken. Maar dat wilden wij helemaal niet. Wij wilden onze middeleeuwse vrijheden behouden. Maar waarover ging die opstand nou? Want er waren twee heel onderscheiden groepen die verschillende oogmerken hadden. Eén groep wilde religieuze vrijheid, wilde protestants kunnen zijn. Een andere groep wilde politieke vrijheid, wilde zichzelf besturen. Op het snijvlak van die twee vrijheden kwam de Leidse Universiteit tot stand. En midden in die oorlog kwam er een brief. Die brief werd geschreven door Willem van Oranje. Willem van Oranje zat toen in Middelburg. Het is 28 december 1574. En hij stelde in die brief aan de Staten van Holland voor om een universiteit op te richten, midden in de opstand. Amsterdam was nog helemaal pro-Spaans. Willem van Oranje doet het voorstel tot de oprichting van de eerste universiteit in de noordelijke Nederlanden. Dit is die brief. Het is het eerste stuk van het archief van de Leidse Universiteit. Dit is de aanhef waarmee Oranje zich tot de Staten richt. De edele wijze, discrete, lieve, bijzondere. En dan begint de brief. Alzo tot een vast steunsel en de onderhoud der vrijheid en de goede regeringen des lands. Zo zag Willem van Oranje de functie van de universiteit als een bolwerk van de vrijheid. Om 9 uur liep de inwijdingsoptocht van de Leidse Universiteit van het stadhuis over het Rapenburg naar het Barbara-klooster voor de inwijding van de universiteit. Voorop liep de schutterij van Leiden met trommels en vaandels. Zij hadden de stad verdedigd. Zij waren de reden dat Leiden een universiteit kreeg. Hier zie je de muren van het oude Fallibagijnkerkje. Dit is het eerste academiegebouw van de Leidse Universiteit. Een soort campus in het klein. Een bibliotheek. Een anatomisch theater. En een schermschool die een grote trekpleister voor de studenten was. Er was dus een universiteit in Leiden, resultaat van Leids verzet tegen de Spaanse overheersing. Een plaats voor vrije wetenschap. Maar de noordelijke Nederlanden hadden nog nooit een universiteit gehad. Er bestond helemaal geen academische traditie. Maar toch, in de jaren erna zou de Leidse Universiteit uitgroeien tot een van de bekendste van Europa.